Yo, kijk eens meer tegen. Heb ik nu al leden van Katie? Die gaat even kijken of het een nieuwe missie is. Kom aan. Trigger it. A drop in the ocean. Kom, we gaan lekker sporten. Namaste. In these days of moral hypocrisy, certain valuable commodities can be hard to import. On its approach to the airport tonight, a light aircraft will pass over the bay. It will drop several packages into the water. Make sure you pick them up before anyone else does. Oh, we moeten een boot regelen. Jongen, waarom stop je hier nou? Echt waar, twee random mensen in de weg. Pick up a boat. Dus voor mij waar het begin van deze eilandmissies moet zijn. Daar kan ik op mijn boot pakken. Alleen ik niet hoe ik er precies moet komen. Jammer dat ik geen wereldmap heb. Dat scheelt echt zoveel. We gaan dus deze kant op. God niet waar ik nou even naartoe moet. Dus naar de overkant van het water. Jongen, kijk uit waar je rijdt. Hoe kom ik daar naar beneden? What the fuck is die allemaal aan het doen? Echt een flauw idee. Maar ik moet in ieder geval ergens deze kant op zien te komen. Niet hierin. Dus gewoon een keer daar beneden springen. Hoe ik elke keer nog heb gedaan hier. Ja, zo hier opspringen en dan. Zoiets, zoiets. Kost een klein beetje damage. Maar dan ben je ook een heel stuk sneller. Oké, hij springt gewoon echt random het water in. Waarom spring je random het water in? Dat moet nog gewoon echt hier. Nou, ik geef je een hele stukje terug te rijden. Load. Die. Yes. Ik heb dus wel een auto hierin staan, maar die ook nog bewaren vanwege die gangstermissies. Dus, en daar heb ik gewoon een safe load gedaan, maar dan gaat het natuurlijk sneller. Kan ik hier meteen een autootje jatten? Laten we een autootje jatten even een stukje verderop doen. Wat ben jij voor klootzak om gewoon met nog aan te rijden ook nog? Dus hier toch lekker niks door. Na 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 na. Oh, sorry, I am on the road. I can. Oké, oeh, dat was een beetje slippery. Politie doet ook rare dingen. Oh, dit heeft een hele rare afwijking. Zo zie. Kijken dan. Ja, mensen, jullie mogen hier niet lopen. Nou, leuk vindt of niet. Floep. Vloep. Gaan we deze kant op. Ik moet even die macro's op mijn muis zetten. Voor bepaalde knoppen in dit spel. Gewoon meteen iets kan doen. Zoals een cheat activeren of zo. Gewoon echt toe teleporten. Dat is echt zo chill geweest. Yay. It's a drop in the ocean. Get a boat and follow the plane. Nou, of ik dat überhaupt wil doen, dat weet ik nog niet eens. Maar ik wil spot toch een kuit spelen. Dus ja, dan zou het wel moeten. Drive, drive, drive. Drive and tell the ocean. Tuut, tuut. Move. Jongen, waarom ben je nou in de weg? Ik zat dat ik hier toch reed. En nu hoop ik dat het wel goed gaat hier op het andere eiland.
Geen random auto's gaan glitchen. Dat je niet random het water in dumpt. Zo denk je van, oh, ik heb zin in een duik, maar alleen ik kan niet zwemmen. Zo, laat ik dus wel doodgaan. Wow. Doe een barrel roll. En helemaal die schansblokken zijn dat. Jongens, stop nou met klaksoneren. Het is alleen maar zonde van de herrie. Of van de rust. What the fuck, dat was een random frame drop. Dat als ik opneem heb ik dat. Dat heb ik echt niet van een hele random frame drop. Die echt voor zorgt dat mijn hele game lijkt. Oké, okay, hier beneden moeten we ergens zijn. Mod hier. Dan wil ik wel eens heel krapjes aan worden. Heel erg krap. Maar we kunnen ze meteen nog aan krap duiken als we willen. Nou, valt mee. Het was de vorige keer iets krapper. Deze auto nou net iets te hoog. Waarom springt hij nou niet? Hop. The plane has dropped one out of the six packages. Is dat een package? Ja, dus. De last van politie. That's nice. Dat het iets sneller is. Nee, geen zin in politie. Ik heb de politie toch nooit kwijt. Oh god. Zo, politie weer kwijt. Wat moet ik nou precies gaan doen dan? Ik heb een flauw idee. Ik ga gewoon even naar die andere kant toe. Die stip toe. Ik ga gewoon even volgen en dan zie ik wel wat schip gaat stranden. Snap je hem? Schip. Stranden. Nee? Jammer weer dit dan. Ik mis de klakson. Of heeft een boot dat niet? Ah. Volgens mij moet ik echt op het vaste land zijn, hè? Of niet dan? Mij wel. Of is hier ook nog een haven? Mag ik hier weer eens naartoe? Dus ik moest wel op het vasteland zijn. Nou, gaan we dan weer. Achter voor met het andere land zitten. Waar ik nog helemaal niet naartoe mag. Mag ik pas na een aantal missies op dit eiland nog. En dan gaat het feestje verder. Het scheelt, de map is niet zo heel erg groot. Maar voor toen die tijd met deze games was de map echt huge. En ook heel erg innoverend. Hey, een hele package. Ik ga nog geen rare dingen doen. Ik ben doodgegaan door een glitch. Alright then. Gaan we nog een keer. Maar letterlijk gewoon de tweede keer. Dat gewoon dood ben gegaan door crap. De game gewoon niet goed is. Nou, het hele riddeltje is nog een keer. Van begin tot eind. Running, running, running. Die is gewoon een cheat, waarmee je gewoon deze misschien één keer kan halen. Move. My car now. Hey, meteen politie. Zo, weg ermee. Nou, politie heb ik echt helemaal niks. Dus in deze game vind ik de politie UI toch net iets te slim.
Eigenlijk net iets te moeilijk. Voor mijn doen. Dus ik ken het helemaal niet. Vroeger was deze game echt gewoon het neusje van de zalm en nu gewoon niet meer qua AI's. Dus vandaar. Move. Alleen een vraag. Hoe ga ik meteen weer uit de boot komen? Weer glitchend? Of dit keer niet? That's the question. Wat ons allemaal nu bezig gaat houden. Nou, missies zijn het laden. Skippen. En dan gaat hij weer laden. En dan gaat hij runnen. We got 2 minutes. And 39 seconds. Nieuw, daar gaan we dan weer. Duut, duut. Ik mis echt die navigatiesystemen. Ik ben echt van... Dat gewoon zelf een waypoint kunt zetten. Is in GTA 4 gekomen ofzo? Dat je die wereldmap ook kunt kijken. Dat zou echt enorm chill zijn. Dat je ongeveer ziet waar je naartoe moet. Dat is van alleen die minimap. Oké, dit is wel uitzonderlijk slecht timing. Spant er nog steeds geen andere auto? Nee, ik ga het ding niet meer halen. Nee. Start game, load. Nou, gewoon nog een keer. Jongens, waar is het touw ondertussen? Het loopt echt totaal niet lekker. Nog één poging proberen. Hey, nou, dan ben jij een slachtoffer. Game FM? Staat dat? Oh ja, Game FM. Wow. Oké, dan gaan we weer gas geven. Ik heb niet heel veel geld eigenlijk. 386.739. Ik best wel weinig voor je GTA doen. Wat is een klein gas gaan geven? Ze hebben allemaal dezelfde buildings. Dus we moeten ergens resources besparen, maar ja. Ik snap het. Zich wel. Waarom draai jij in één keer random? Ik vind gewoon echt random doodka eigenlijk. Dus dat hier echt politie achter stond, was ik echt gewoon de sjaak geweest. Besef ik mij maar al te goed. A drop in the ocean again. Nu hoop ik dat mijn auto niet boom gaat doen. Gewoon een beetje fatsoenlijk kan rijden. Gat geven maar. Tuut tuut. Oké. Dit stuk is nooit zo heel erg moeilijk. Dat weet ik wel. Bij die brug gaat het vaak mis en bij het varen gaat het vaak mis. En bij de pier. Nou, jij staat heel toevallig op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Portland Island. Ik geef een klein beetje gas. En dan zo meteen op die irritante loading screen. Je moet best wel heel veel dingetjes gaan wijzigen in de map. In één keer rennen die tekstjes die erop verschijnen. Maar ja, ze moesten toch iets toen die tijd. Oh my fucking god. Jij gaat eruit. Dank u. Nou, auto rijdt tenminste weer. En mij nu niet meer. Dan gaan we hier naartoe. Gaan we hier naartoe. Dan draaien we hier naartoe. En dan. Volgens mij kan ik ook via hieronder langs. Ergens met een tunnel of zo. Maar I don't care. Deze manier werkt ook. Daarachter heb je dat vliegtuigje dus.
waar ik zo meteen op moet springen. Boom. Iets van damage. Laat ik geen rare manoeuvres doen. Alhoewel. Maybe I need to do something. En package. Who knows? Ja. Waarom besturen boten echt gewoon als boten? Oké, dat was echt freaking annoying. Hoe dat werkte. Kijk, allemaal packages. Oh, ik heb voor deze eerste keer 6 sterren. Aha. Zo, dat was Unos. Ik denk een random loading screen weer. Jee, dit gaat in één keer goed. In ieder geval, ik ben het water. Ik ben van de boot af. Geen rare dingen nog uitvreten. Nu was Sunny al de auto's. Nu niet. What a bullshit. Maar hierachter wel. Ook een lekkere snelle bak. Nja, 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 nja. Hoppa, jump. Deze gewoon maar meenemen. Het rijdt. Oké, hop. Jongens, ik heb alleen even, ben naar de kermis geweest dus. Vandaar heb ik die speciale verlichting. Jaloers? Oh, jullie wel altijd zien dat de politie, omdat jullie zo jaloers zijn. Nou zeg. Dat slaat toch nergens op. Nergens voor nodig. En de politie ben ik kwijt. It's a night. En afremmen. Hier afslaan. Hier nog een keertje afslaan. Oh, sorry voor de lantaarnpaal. It ain't my fault. En hier naar binnen lopen en missie gehaald volgens mij. Yay, $10,000. Ik ga dus mijn game even 7. En dan zie je de volgende episode terug. Tot dan.